Zo, nou, ik ben nu net ongeveer 6 à 7 minuten van huis. Ik ga weer naar mijn mannetjes van werk lopen. Helemaal top, helemaal goed. Maar ik weet nou niet hoe ik moet lopen. Of hoe het... Of hoe ze mij laten lopen, om dat te zeggen. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer 10 december 2021. En het is nu bijna 8:30 ochtend. Ja. Zoals je kan zien, op de klok. Ik ga even overal lampjes aandoen, zodat ik even wat meer ruimte heb. En ja, als het weer mij toelaat, ga ik even weer een heel blok lopen. Zonder hondjes om die mee te nemen, maar ik ga rood halen. Lopend, ja. En dan met de auto weer terug, ja. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier op deze nieuwe vlog. Zo, eventjes een broodje met chocoladepasta. Ook erg lekker. Mag niet ontbreken bij mij. Nope. Ik ga een beetje wat meer licht creëren. Yup. En geen nope, maar yup. Kijk, ik pak even mijn bakje hier. Ik heb hier dus een bakje. Daar heb ik dus afstandsbediening in. Kijk. Kijk. Maak ik hem hier dus donkerder. Dat zie je. Dan maak ik hem dus lichter. En zo heb ik dus ook wat meer licht in huis. Ja. Terwijl het dus nou nog een beetje schemerig is. Oh, dit gaat zo langzaam, jongens. Oh. En ik moet vlogs editen. Oh. Maar oké. Ik ga dus even wat doen. En dan ga ik zo meteen de hondjes doen. En dan als het een beetje goed weer is, ga ik nog even een heel stuk lopen. Ja. Nou, maar even lekker aan het lopen met de honden. Ja. Helemaal top. Helemaal geweldig. Ja hoor. Plassen moet ook gebeuren, hè, meis? Ja hoor. Keurig, schat. Luffie! Kijk eens! Stokkie! Stokkie! Oeh, kwispel! Zo, nou, ik ben nu net ongeveer 6 à 7 minuten van huis. Ik ga weer naar mijn mannetjes van werk lopen. Helemaal top, helemaal goed. Nou ja... Dat is ongeveer 15 à 16 kilometer. Ik heb nog even, maar nu ben ik wel zonder honden. Kijk, ik heb helemaal niemand bij me. Dus ja, dat wordt weer een uitdaging hoe snel ik dan ben. Want ik heb twee apps aan. Eentje wat gewoon doorloopt, ook al sta ik stil. En bij de andere die stopt als ik ook stop. Dus ja, we gaan het meemaken hoe lang ik nu onderweg ben. Want met de honden, dat ik met de honden was... Was het met die andere 4 uur. Met die andere 3,5 uur. Dus ik ga het meemaken. Ik probeer er dus en dus eigenlijk gewoon lekker door te lopen. Dus het regent al een beetje. Maar het is niet noemenswaardig, zeg maar. Dus ja, dat is ook wel weer lekker. Dat het niet zo noemenswaardig is. Maar ik neem jullie gewoon weer lekker mee. Dat zeer zeker. Dus... Ik zou zeggen, blijf lekker weer kijken. Misschien met leuke mooie beelden wat ik weer ga maken voor jullie. Dus ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Zo. Heb ik hier dus namelijk de weg. Jee. Ik heb ook nog dit hier naast me. Helemaal top. Geweldig. Ik ga nou lekker naar beneden. Yay. Kijk, dat zie ik wel dat dit naar beneden loopt, denk ik. Helemaal top.
Dit is zo mindfuck. Wauw. Zo mooi gedaan. Zo mooi mindfuck. Volgens mij herkennen jullie dit nog wel van de vorige keer. Waar ik hier toen liep met de honden. Maar ja. Deze hele straat. Moet ik nog helemaal uitlopen. Dus ik heb nog even. En ik ben dus nu net. Het is nu. Zo laat. Ik ben dus nu hier. Nou, deze brug zagen jullie dus net helemaal op het eind. Het komt dus helemaal daar vandaan. En ik nou moet dit nog helemaal aflopen. Ja. Helemaal top. Kijk, er komt weer een treintje aan. Sprinter. Kijk, lekker watertje. Kijk, helemaal top. Zo, hè. Ik ben al ruim een half uur en 6 minuten onderweg. Denk ik ongeveer zo. Ik ga zo meteen even wat drinken. Bij dat waterpuntje daar. Er komt weer een treintje aan. Dat blijft hier bezig, zeg maar. Maar ja, ik ga zo eerst even wat water drinken. Ik heb dorst. Dat moet ook gebeuren, water drinken. Vooral als je dorst hebt. Als die nog open is trouwens. Als je nog iets wil geven. Ook erg handig. Even kijken of je nog wat water... Nee, ik heb pech. Scheid. Nee, nou, ga ik even wat water drinken. Maar dat is mij dus niet gegund. Oké. Jammer, pech. Ik ga nu wel aan deze kant lopen. Nou ja, dan is het lekker doorlopen. Ook goed. Ja. Oeh. Maar ja. Ik weet hoe ik loop. Ik weet hoe ik moet lopen. Dat is heerlijk. Dus ja. Heb ik wel weer even een lekker wandeling gehad. Ja. Is dat dan? Een toetertje. Ja, oké, best. Prima, wat jij wil. Nou, het is hier nou lekker rustig hier. Want de vorige keer liep ik hier en waren ze hier behoorlijk bezig met balletje trappen. En dat zijn ze dus nu niet. En dan loop ik hier lekker. Lekker. Ga ik heel snel. Zo, joehoe. Zo, goedemorgen. Zo, eigenlijk moet ik nou weer terugdraaien. Nee, doe ik niet. Maar ik ga nog wel lekker verder lopen. Kijk eens wat ik hier tegenkom. Hey kinders. Hi. Ja. Zijn jullie mooi? Ja. Ik doe ook verder niks, schatje. Nee. Ik doe ook helemaal verder niks. Hi. Dat vind jij mooi. Ja. Dat vind jij mooi. Jij ook hoor, schat. Ja. En dat is eigenlijk wel heel netjes gedaan. Ja. Ja. En dit zien we dus ook niet meer vaak, hè? Gaaf. 2 ooievaars op het nest. Wauw. Kikken. Ik zal eens kijken of ik hem even aan de andere kant kan pakken voor jullie. Nee hoor. Lekker even aan het schoonmaken was. Kijk dan hoe mooi. Gaaf. Nou, de vorige keer liep ik hier ook nog. Maar toen stond hier zo'n huisje. Die is nou helemaal gesloopt. En wat ik nou zo mooi vind, hè, dat is dit. Dat vind ik zo gaaf. Deze woning ook. Vind ik heel gaaf. Ruilen! Nee, maar we zijn hier lekker bezig met verbouwen, slopen, werkzaamheden. Geen idee wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar ja, het is hier gewoon een mooie omgeving.
Kijk eens hoe mooi deze boerderij is. Gaaf, gaaf, gaaf. Dit is ook een mooi boerderijtje, maar is een beetje oud. Nou, er is nog geen dier buiten te bekennen. Helemaal noppen naar Jento. Niks. Jammer. Was wel even leuk geweest. Zo, hè. Ik ben al een stukje onderweg. Moet nog 2 uur. Ja. Moet dus nog 2 uur. SJ812N. Ja, ja. Oké. Okay. Nou. Ja, nou, ik loop al hier. Lekker, gezellig. Maar ja, moet dus nog 2 uur lopen. Ja. Dus ja, ik ben daar wel weer blij mee dat ik dus al 2 uur al heb gehad. Ja, waarom niet, weet je? Ik heb het wel even weer gedaan. Dus ik heb al sowieso nu al 1,5 uur bijna erop zitten. En dat ik net een heel stuk terugkeek, was het iets nog van 2 uur. Dus het zal dus nu een stuk minder wezen. Ik denk nu 1 uur en 3 kwartier of zo. Want dat was ongeveer de vorige keer ook dat ik helemaal nog daar al was. Maar dat weten we niet. Maar toen was ik dus met de hondjes. En nou, dat is niet. Nee. Hoe toevallig. Het is dus nu 4 graden. Het is nu 11:55. Ja. Gaat goed. Ik ben er alleen maar weer blij mee. Yes. Zo, nou. Ik ben weer hier. Ja, ik kom er even niet uit. Zo. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, het is al middag, sowieso. Maar ik ben alweer een heel stuk verder. Ik weet niet of jullie deze gebouw nog herkennen. Die had ik de vorige keer ook al op. Die staat dus vanaf 4 december in verkoop. Ja. Park Berestein.nl. Ja. Ja. Dus, wat ik net keek helemaal daar en bij de kerk was het nog 1 uur en 18 minuten. Nou. Dan ben ik 1 uur te vroeg. Dus ik ga een stuk rustig aanlopen. En dan straks een heel stuk verderop. Dan ga ik hem dus een locatie sturen van waar ik ben. Vind ik leuk. Maar ik ga nu lekker even op mijn gemakje lopen. En dan, ja, ik denk als hij straks klaar is, nog even waarschijnlijk even naar de doen. Kan hij naar huis, kan hij slapen. En dan ik lekker video's editen. Ja, moet ook gebeuren. Heel erg gebeuren. Ik loop erg achter, zeg maar. Ik loop dus nu onder de snelweg, kijk. Onder de snelweg door en daar kom ik vandaan helemaal, daar. Hup. Weet of hij... Hij wil niet helemaal scherp stellen. Nee, omdat het ook nat is, zeg maar, op het wegdek. Nou, daar kom ik dus helemaal vandaan, achter. Daar helemaal. Daar helemaal kom ik dus helemaal dus vandaan. Dus ja.
Het is nu net iets van 10 over 1. Ik loop nu een beetje rustiger, want anders was ik al lang op plaats van bestemming geweest. Had ik nog heel lang moeten wachten. Dus doe even lekker rustig aan. Ik ga ook even een andere route nemen om dus naar de plaats van bestemming te gaan. Maar ik loop even een stukje rustiger. Dus ik kreeg net al een stukje weer terug pas pijn bij de spooroverweggang. Want hier heb je namelijk de treinspoor hier. Dus ja, mag niet klagen. Het gaat wel goed, maar alleen ja, als ik even te snel wil gaan lopen of wat dan ook, dan heb ik zoiets, dat is zeer. Maar ik ben nou wel weer vanavond back off, maar maakt niet uit, so be it. Always be happy, ik wel. Always be happy, klopt ook niet helemaal, maar hè? Jullie weten wat ik bedoel, toch? En daar gaat het om. Zo, nou, ik ben al zeker in de buurt, maar ik weet nou niet hoe ik moet lopen, of hoe ze mij laten lopen, zal ik dat eens zeggen. Volgens mij kon ik er achterlangs, maar ik zal weer eens even kijken hoe hij dat wil hier. Dus, ik ga even kijken op de maps. Ik wacht ook, ja, maar dat is het probleem. Iedereen die gaat maar daar staan, terwijl we ook hier kunnen staan, want dan heb je veel meer loopruimte voor COVID. Ik snap hem niet helemaal, maar het kan aan mij liggen. Waar ik een hekel aan heb, is dat het, jong. Zo, ik heb het koud! Nee, geen raampje open. Oh ja, voor dat, ja. Geen raampje open, en toch raampje open, maar dat wil ik niet. Maar de blower aan en we zijn even bij de mall geweest. Bij de mall kijken, nou hebben we een brandweer naast ons, ook leuk. Hey, hallo, hoi. Dus nee, Rodi zit nou lekker naast me. Hi. Dus ik heb het koud. We gaan zo lekker naar huis. En het is nu alweer 3:30 in de einde van de middag. Ja. Ben ik ook al een lange tijd onderweg, weg. Maar dat weten jullie. Ja. Dus, ach ja. Gezellig, toch? Ja, heel gezellig. Ja! Ja. Dus, ik heb ook wat even aan mijn buurman gevraagd. Aan mijn buurman. Ja, buurman. Ja, buurman. Ja. En niet die buurman, maar wel die andere buurman. Ja. Niet de BN-buurman, zoals Nee, precies. Want daar hebben we nog een andere buurman. Ja. Dus, de buurmeis. Alleen ik kan Ro niet filmen. Die zit in zijn werkkleding nog. Dus ja. Ja, kruising vrijhouden, doorrijden. Ja, doe maar. Even doorrijden. Door, even. Goed zo. Grote meid. Waarom iedereen hier? Rijd door. Echt, mensen rijden namelijk niet door. Die gaan hier allemaal staan. Als je nou eruit gaat en dan daar erin sneakt. Maar dat doen ze allemaal sneaken, niet. Nee, het is gewoon hier.
eenrichtingsbaan en daar gaat hij naar tweeën. Die moet je ook naar tweeën en daar gaat eentje naar rechts. Ja, maar als je nou inderdaad... Staat, gaat naar links, dan mag dat. Ja, maar ja... Dat doen ze niet. Nee, dat, en dat is niet en wat ze doen inderdaad. Dat is gewoon te moeilijk. Ja. Dat is helemaal leeg aan de linkerkant. Ja, precies dat. Dus, maar ja. Ja, wij gaan lekker naar huis. Ik ga nog even vlogs editen. Rodi gaat even slapen, denk ik, neem ik aan. Ja, die gaat slapen. Dat ook. Die zie ik vanavond alweer eventjes. En jullie zien ook Roderick wel weer. En ik moet deze telefoon legen. En ik moet even kijken of er mijn twee externe harde schijven zijn. En groen als het wordt het dan niet. Nee. En ja, komt goed. Kijk, dit liggen dan. Gezellig, saampies. En ja, het is alweer zo laat. Ik ben nog even druk bezig daar. En ik ben ook druk bezig in de keuken. Kijk eens, hier liggen lekker liggen allebei de zusjes. Oh. En ik zou eigenlijk ook nog naar bed gaan. Maar... Kijk, dit is lekker. Lekker nog een beetje uiensoep. Heerlijk. Met eigenlijk nog lekker vlees. Ik haal de vlees er even af. Even hier neerleggen. Zo. Dan ga ik het er even lekker af. Er even af snijden, zeg maar. En dan denk ik dat ik nog wat uitjes erbij moet snijden. Heb ik hier aardappelen en bloemkool. Ik wou zeggen broccoli, maar dat klopt niet helemaal. Ja, dan moet ik nog wat uitjes erbij doen. Helemaal top. Helemaal lekker. Vond je deze vlog nou wel leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat zeker een leuke reactie achter. En dan krijg je of een reactie terug of een hartje. Want ik heb niet altijd de tijd om een reactie terug te plaatsen. Maar ik lees het wel allemaal. Dus komt helemaal goed. En als ik hem lees, dan kom ik ook er wel weer terug. In de vlog. Dus dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.